Lekkerste yoghurtsaus op aarde. Deze van de Xenos. Heel caloriearm trouwens. Lactose-intolerantie heb. Vind ik eigenlijk ook wel leuk, zo'n adventurebankje. Hij was 3 euro. En dan stort mijn wimper gewoon in. Ik zie dat we echt blij waren. Jeetje, wat lekker zeg. Dat ik ineens elke week bij jullie ben. Zoet is het werk. Iedere morgen eet ik brood. Schrijf op brood. 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 Ik maak echt geen grapjes meer. Ik beloof het nu met de hand op hart. Echt. Jullie ook. 7a. Het paard hinnikt. Elk woordje nu even in squatten. Oké. Okay. Het is 5 uur. Oh, ik ben zo kapot. Ik heb heel hard gefietst. Er was zieke wind tegen. Oh, ik moet even. Niet normaal hoe zwaar het was. Dus we hebben het helemaal stil gegooid. Maar wie weet gaat het nog beginnen hoor. Oké, geen tijd om meer te maken. Snel wegbrengen. Stellingen weggebracht. Het is nu 6:30. Ik heb lekker weer op een bankje gelegen in het zonnetje. En nu ga ik gewoon eens vrouw kijken. En ik ga ook even... Ik had eindelijk weer een bezorgmoment bij de Albert Heijn gekregen. 2 weken geleden voor aanstaande maandag. Dus die bestelling ga ik nu even doorvoeren. Ik had gewoon even wat random dingen ingevoerd. En nu kan ik zien wat de bonus is voor volgende week. Dus dan ga ik dat even bestellen. Ik ben aan het koken. Ik had kippendij die op moet. Daarbij, dat is gemarineerde kippendij van Lidl. Die zit in de oven. Zak spinazie met gewoon knoflook en rode ui. Dat is nu klaar. Ik dacht ineens, ik maak er yoghurtsaus bij. Heb ik eeuwen niet gedaan. Een soort tzatziki yoghurtsaus. Ik had deze nog, omdat ik daar laatst iets anders mee wilde maken, maar niet gedaan. Ze hadden alleen die met 10% vet. Ik vind persoonlijk die met 0,1% vet zelfs lekkerder. Deze is best wel vet, maar ja, maakt niet uit. Ik heb gewoon de hele pot gedaan. Wat heb ik er allemaal door gedaan? Een halve komkommer, niet uitgelekt. Want het is hele dikke yoghurt, dus daardoor wordt het wel dunner. Een beetje limoen was niet nodig eigenlijk. Het yoghurt is natuurlijk wel zuur. Ik heb munt erin gedaan, geknipt. En koriander. Zout, peper, cayennepeper. Heel veel, bijna een hele teen verse knoflook. Dit is er over. Maar er blijft heel weinig knoflook over als je dit pelt. Dus echt iets van 8 mini teentjes verse knoflook. Daar ga je veel minder van stinken dan van... normale knoflook, olijfolie, en volgens mij is dat het. Dan heb ik een yoghurtsaus, ga ik de rest in een bak doen. Volgens mij kan je dat wel eventjes bewaren. Super lekker bij kip, ik had ineens heel veel zin hierin. Lekkere zooi hier. Ja, hier had ik echt heel veel zin in. Lekkerste yoghurtsaus op aarde. Heerlijk, met een beetje kaas erop. Yummy! Goedemorgen. Vandaag staat er niks op de planning. Ik zou vandaag naar mijn ouders gaan en dan daarvoor naar mijn oma. Had ik me niet tegen mama gezegd, maar dat wilde ik doen. Maar morgen is het vet lekker weer, dus ik vroeg of ik morgen mocht komen. En ik heb ook wel even zin in een dagje lekker niks doen. Ik moet best wel veel werken. Vandaag ga ik dan lekker veel editen, met Bolly chillen. Dat soort dingen. Het is niet koud buiten, maar er is geen zon. Nu ben ik de vaatwasser aan het uitruimen. Deze zijn trouwens van de Quantum. Deze zijn volgens mij van de IKEA. Deze van de IKEA. Deze van de Xenos. IKEA. Oh, ja, die is best wel risky. Ja, ja, dat is eigenlijk niet zo handig. Deze heb ik gekregen van een PR-bureau. Dat is van die horecaglazen. En deze zijn van de Xenos, denk ik. Hallo, Bolly. Deze is van de Vibra. Starbucks. Fabienne Chapeau. Ik vind ze niet chill, worden heel heet en het is hier al gebroken. New York, H&M,
IKEA Xenos Comoi. Maar die is op helaas. Comoi en Xenos. Niet dat iemand erom vroeg, maar deze zijn ook super leuk. Vroeger zijn die ook van Xenos. Al wat ouder, die gebruik ik heel vaak. Deze zijn van Blond. Deze is van Comoi. Heel, deze is niet schoon. Deze is dus van de Action. Hier ben ik zo blij mee. Dat hebben ze nooit, dit soort dingen. Het is altijd op als ze dit soort mooie dingen hebben. Maar ik ben er zo blij mee. Deze is van Blond. Die vond ik vroeger echt geweldig. Die vind ik nu niet meer zo leuk. Wel leuk, maar niet heel leuk. Ze staan ook in deze kast in plaats van in mijn servieskast. Dat was het. Bloemen zijn lekker dood. Die doen het dit keer niet goed. Ik ga even door met de vaatwas uitruimen. En dan ga ik lekker editen, want daar heb ik zin in. Wil ik gaan werken, kom ik erachter dat ik mijn stekker op school heb laten liggen. Ik heb de hele week natuurlijk mijn laptop meegenomen, zodat kinderen mee konden doen via Skype. Oh, en ik heb wel een alarmtje van school, maar ik weet niet hoe dat werkt. Dus ik heb net even aan de conciërge gevraagd of ze het kan uitleggen. Maar natuurlijk balen, want ik wilde gewoon lekker een make-uploos dagje binnen blijven en niet de deur uit. Zo balen. Oké, appeltje, stukje gember, water en appelsap. Let's go. Stekker erin. Even proeven. Oh, ik had zoveel zin om een video te bewerken nu. Er mag eigenlijk nog wel meer gember in, maar ik heb geen zin om nog een stuk gember te schillen. Prima. Ik heb heel lang geen havermout meer gegeten. Het ziet er niet lekker uit, maar het is havermout van deze. Brinta havermout. Die kan best wel lang. Met dit had ik gekocht om te proberen, best wel lekker. Heel caloriearm trouwens. En wat zout en kaneel. Nou, stekker opgehaald. Ik denk, ik weet niet of ik het nou al heb gezegd in mijn vlog, maar ik weet bijna zeker dat ik lactose-intolerantie heb. Want dat rare moeie wat ik dus al heel lang heb, als je mij volgt weet je dat wel, waarvan ik steeds niet kan peilen waar het vandaan komt. Ik heb het idee dat het door lactose komt. En gisteren ook weer heel erg moe. Ik lees wel op internet dat kwark is weer minder erg, maar Griekse yoghurt, zuur. Maar ik denk dat je er alsnog last van kan. Ik weet niet, net heb ik even een broodje mozzarella gegeten. Ik voel me ineens doodmoe. Ik denk, oh, mozzarella. Ik denk het echt. Ik ga nu eventjes lactasepillen halen. Eigenlijk, daar heb je eigenlijk niks aan. Dat kun je innemen als je weet. Stel ik ga borrelen, ik ga kaasjes eten, dan neem ik zo'n pil. Maar ik moet echt nu even heel bewust gaan opletten met wat ik eet en even gaan testen. Als ik helemaal, ik ben al gestopt met die koffie, met die melk. Daar ben ik al mee gestopt, maar het zit nog in zoveel eigenlijk. Denk ik die periode met thuiswerken toen in vakantie toen ik zo fit was. Volgens mij heb ik toen ook helemaal geen zuivelproducten gegeten. Ik eet wel oude kaas af en toe. Dat is volgens mij ook niet het allerslechtst. Maar ik moet me er even in verdiepen. Want het blijft een raar ding, die vermoeidheid. En ik heb ooit een plaktest gedaan voor allergieën. En er kwam niks uit. Maar volgens mij ben ik daar toen niet op getest. Ik weet niet, maar ja. Ik weet niet wat het is, maar het is best wel eigenlijk is het heel heftig hoe moe ik dan ben op zo'n moment. Dan voel ik me helemaal week en slap en zwaar en het is echt niet goed. Als dat het is, ben ik heel blij dat ik weet wat het is. Dus ik ga daar nu even vanaf vandaag heel goed op letten dat ik dat even niet eet. En kijk, als ik dan niet meer moe word, dan is dat het 100%. Nou, daar zijn we weer. Nieuw onderdeel mijn vlog. Om de zoveel dagen een vlog van boodschappen. Tot ik te horen krijg dat jullie het niet leuk vinden, blijf ik het maar gewoon filmen. Joh, waarom niet? Deze vond ik wel leuk. Gele rozen. Voor €2,60 gaan ze hadden korting. Dat is leuk, die ga ik. Lijkt het toch wel weer beter te hebben gedaan. Nu ik hem nog een keer heb bijgesneden. Die roos is wel dood. Deze zijn nog van mijn eerste keer, hè? Die staan 3 weken al. Bizar. Ik heb dus deze 3 planten nog, maar die zijn bijna op. En ik hoor dat als je ze eerst een beetje lekker laat groeien, dat ze veel beter worden. Dus ik dacht, dan koop ik vast 3 nieuwe. En daar ga ik dan nog niet aan zitten. Kijk, een mega. Die was maar 1,30, niet normaal. Kijk, hier zijn die andere 2 nog. Nou, oké, er zit nog best wel munt aan. Maar dan kan ik daar nu lekker munt even van maken. Die is ook echt dood aan het gaan. Ik weet niet, ik vind het moeilijk hoor. Deze staat hier. Slaat helemaal nergens op. Deze heb ik hier. Netjes afgesneden blaadjes er een beetje afgehaald en zo. Niet super mooi natuurlijk, maar voor 2. Wat was het? Net wist ik het nog niet. Ik heb nummer 2 nog wat. Is dit gewoon hartstikke leuk. Dit heb ik nu maar gewoon hier gezet. Maar eigenlijk vind ik dit ook wel heel erg leuk. Dus dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zo'n vensterbankje. Van die plantjes. Als je er dan nog leuke potjes omheen doet. Kun je eigenlijk altijd zo plantjes hebben. Dat is eigenlijk ook wel leuk. Het zijn ook nog eens functionele planten. Kijk, dit zijn dus mijn oude. Het is lekker rommelig. Limoenwater.
En dan gaan we weer de boodschap uitruimen hoor. Dan gaan we weer. Dit is echt een hele chille prosecco waar ik geen hoofdpijn van krijg. Dus deze week in de tweede gaten is. Mijn stekker. Ik weet dat ik deze week heel veel vlog zonder mijn hoofd. Excuses. Ik heb nou al zo lang getwijfeld om deze vaas te kopen. Nu heb ik hem toch gekocht. Hij was 3 euro. Ik weet niet. Ik vind hem gewoon zo leuk. En dit is eigenlijk geen vaas. Het enige wat ik dus steeds lastig vind waarom ik twijfel. Kijk, dit is eigenlijk een superleuke vaas. Maar het is een karaf voor water. Heel vaak mis ik hem. Dan wil ik fruitwater maken. En dan zitten er bloemen in. Maar het ding bij deze is, je had ook een brede, dus ik heb wel de smalle gekozen. Maar het chillen hieraan is dat hij super hoog is. Kijk, stel dat je hier een roos in zet. Zie? Dat is gewoon niet mooi. Dus er moeten veel kortere bloemen in. Dus ik weet dat het eigenlijk dat ik het niet had hoeven kopen. Want ik heb ook al die vaas, die nu ook al niet gebruikt wordt, ik weet het. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ik wil eigenlijk droogbloemen en zo gaan kopen. Het is gewoon dat ik een klein huis heb dat ik hem eigenlijk niet had moeten kopen, want waar bewaar je het, weet je wel? Dat is een beetje stom. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Nou ja, oké. Eindelijk waren de doekjes er. Ik heb 7 pakjes gekocht, omdat ik dit gewoon ideaal vind en elke dag gebruik. Bij de Action, dan heb ik een jaderoller. Die had ik nog niet. Ik dacht, dat is wel leuk om te proberen. Dit is de goedkope versie van die geurparels die ik altijd chill vind. Whitening tandpasta. De zeep was ook nooit meer ergens, die leuke zeep. Nu wel, dus ik heb er meteen weer 3 bij gekocht, want de voorraad was op. Ik vind het heel fijn om een voorraad van zeep te hebben. Superleuk is die. Nog meer doekjes. En mijn afwasmiddel is half op, maar ik wil gewoon altijd 1 voorraadje hebben. Vind ik chill. Dit lijkt me ook wel handig. Deze, want die gebruik ik heel veel. En bij de Amin waren de paaseitjes 50% korting. Dus ik heb al die lekkere witte paaseitjes gekocht. Die met die lekkere smaken. Deze heb ik ook nog, maar die eet ik eigenlijk niet omdat ze melk. Maar toen bedacht ik me dus net, ik nam dus een paaseitje. Van, oh, ik kreeg meteen. Oké, ik nam 4 paaseitjes. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook lactose. Super dom. Dus dit mag ik ook niet. En dan hebben we nog witlof. Weer een keer mager gehakt. Hele lekkere brood van Lidl wat ik ga invriezen. Deze, omdat ik geen brood meer heb, dus die ga ik niet invriezen. Die ga ik gewoon eten. Asperges waren weer nog steeds in aanbieding. Spaghetti. 3 van deze. Die zijn dan bij Lidl soms maar 2 euro. Die zijn echt geweldig. Het liefst koop ik er dan echt 10. Want die heb je echt maar 1 keer per jaar, maar dat is een beetje overdreven. En dit vind ik ook heel chill. Ik vind het alleen onhandig dat het zo'n grote pot is. Maar dit is echt heel erg relaxed van die gegrilde paprika. Paprika. Bij Lidl hadden ze nu ook zwarte bonen. Vond ik wel leuk. 2 keer olijven, wat luxere, normale, verse knoflook en citroensap. En dat was het, doei! Oh ja, nog wel iets. Ik heb dus ontdekt dat waterproof mascara, dat ik dat gewoon moet hebben. Want blijkbaar, als ik dus geen waterproof mascara gebruik, en dat is misschien wel een tip voor jullie. Als ik dus geen waterproof mascara gebruik, die is natuurlijk minder hard of zo. Waterproof zorgt ervoor dat het gewoon een soort van heel hard wordt. En dan stort mijn wimper gewoon in. Dus heb jij nou, vind je dat je wimpers niet mooi zijn met mascara en heb je nog nooit waterproof geprobeerd, doe dat. Want dat is gewoon de key. Maar dan alsnog is niet elke waterproof goed. Ik hou echt van een siliconenborstel. En nu was L'Oreal nog steeds 1+1 gratis. Dus ik dacht, ik probeer dit maar. Maar dit kost gewoon 19 euro per mascara. Hè? Belachelijk. Het is nu 8,50. Nog steeds zo duur. Maar ja, ik moet nu gewoon even een andere mascara hebben. Want het ziet er anders gewoon niet uit. Maar dat is dus, ik moet gewoon waterproof. Ik snap niet hoe mensen hun wimpers rechtop kunnen laten als het niet waterproof is. Bij mij stort het gewoon helemaal in. Goedemorgen. Koffietje koud zetten voor zo. Avocado. Gember. Sapje. Ik ga eerst een broodje eten, want ik heb vet honger. En dan ga ik douchen, aankleden, klaarmaken. Ik ga zo naar oma en mijn ouders. En dan ga ik sap drinken. Even andersom vandaag. 2 grootste boterhammen. Een kleine avocado. Zout, peper, cayennepeper, limoen en balsamico crème. Roddy. Bol. Spinazie, gember, appel, appelpeersap, water en een bol. Niet weer in de blender spelen. Bolly. En een beetje. Ga maar op het glas. Limoen. Ga maar gewoon op het glas. Ja, ik weet dat je geobsedeerd bent door de blender. Ja. Dat het klein is. En dat het een beetje van beton is. Je kan er niet ademen. Was zo gezellig. Mijn nichtje was er dus ook. En ik heb haar heel lang niet gezien. En wij zijn echt eigenlijk heel close. Alleen we spreken nooit af. Niet Susanna, maar Maaike. En het was zo leuk. En haar vriend was er ook. En we hebben in de tuin gezeten. Op natuurlijk heel veel afstand. Het was echt te leuk. Ik moet nu naar mijn ouders. Want ik moet om 7 uur weer weg bij mijn ouders. Omdat ze nog dingen moeten doen vanavond en morgen vroeg op. En ik natuurlijk ook. En het is nu al 4:30.
Dus anders ben ik te kort bij mijn ouders. Maar het was zo leuk. En ik mag deze foto hebben. Daar ben ik heel erg blij mee. Oma vraagt steeds van, wil je nog iets van opa uitzoeken? Maar het zijn allemaal dingen die, ja, die ik gewoon niet mooi vind. Die ik niet per se hoef te hebben. Maar kijk, dit is papa, mama. Daarnaast opa, mijn oma, mijn oom, mijn tante. Dus de ouders van mijn nichtje. Dit is mijn nichtje, mijn neefje. Daar helemaal in het groen, mijn tante. En dan ik en mijn broertje hieronder. En dit is echt een foto waarop je ook ziet dat we echt blij waren. Ik bedoel, toen we pubers werden, waren het vaak van die geforceerde foto's. Weet je wel, van lachen. Hadden we net een ruzie gehad of zo. En dit is gewoon echt een hele leuke foto. Dus ik ben heel blij dat ik die mag hebben. Dan ga ik er denk ik een ander lijstje om doen. En dan vind ik het best wel mooi om die foto in mijn huis te hebben. Ik heb helemaal geen foto's. Heel leuk. En was heerlijk in het zonnetje. En nu naar mijn ouders. En dan ben ik daar. Het is nu 4:30. Dus mijn moeder zei, kan je er 4:30 zijn? Nou, dan ben ik iets later ineens. Wat? Dat ik ineens elke week bij jullie ben. Nou, gezellig toch? Als ik deze beelden bewerkt van vorige week, was liep je vast. Zo irritant. Ik heb nog helemaal geen vlog. Morgen is het alweer een week geleden. Dus was ik heel goed bezig met veel uploaden, maar zodra je weer aan het werk moet, lukt het gewoon niet. Nee. Lekker! Ik zie het ook. Je ziet meteen dat het luxere vis is dan... Even. Zo. Jeetje, wat lekker zeg. Ik heb gisteren ook wel asperges, maar geen groene. Een groene is ook lekker. Ja, heel lekker. Hey, waar zit die vis gaan? Goedemorgen, Bol. Goedemorgen. Ik sta er zo anders in om naar werk te gaan vorige week. Ik heb er best wel weer veel zin in. Ik ben alweer helemaal gewend. Lekker sapje, gisteren al gemaakt. Brood aan het roosteren, heel chill. Ik heb alles gisteren al voorbereid. Ik heb een banaan, 2 avocado's, olijfjes, amandelen, koriander in een, geknipt in een bakje. En dat zit hieronder. Komkommer in plakjes gesneden, limoen mee, banaan. Helemaal goed voorbereid. Nu brood aan het roosteren en dat scheelt echt zoveel tijd. Marlijn zoekt zijn fietssleutel. Wat willen we weten? Het onderwerp. Om het onderwerp te vinden moet ik eerst een ander soort woord vinden. Namelijk het werkwoord. Ik wil het werkwoord vinden. Ik heb het werkwoord nodig om het onderwerp te kunnen vinden. Wat doe ik bij stap 1 om dat werkwoord te vinden? Stap 1. Wat is ook voor stap 1? Ik ga er een vraagzin van maken. Want het woordje dat dan vooraan komt te staan is mijn werkwoord. Dus... Merlijn zoekt zijn fietssleutel. Wie kan daar een vraagzin van maken? Zoekt Merlijn zijn fietssleutel? We weten dat wat vooraan komt te staan bij de vraagzin het werkwoord is. Altijd. Super makkelijk. Dus zoekt is het werkwoord. Dat weten we nu zeker. Ik schrijf hem even op zodat ik hem niet vergeet. Wat is ook weer stap 2? Ik zie nu 4 vingers. Dat is al meer. Maar denk even, ik wil meer vingers zien. Zie het voor je. Oh ja, stap 1. Maak er een vraagzin van. Stap 2. Wat moest ik ook weer ervoor plakken nu? Want we hebben niet voor niks het woordje zoekt gevonden. Daar gaan we iets mee doen. Wat gaan we met het woordje zoekt doen? Wie of wat zoekt, doe je altijd. Het enige wat je niet weet is je werkwoord. Die moet je elke keer vinden. Maar wie of wat doe je altijd bij stap 2. Altijd. Nou, en dan komt stap 3. Dat is het antwoord op die vraag. Wie of wat zoekt? Merlijn. Dus? Ja, ik heb nergens last van. Nee, omdat ze jou minder lekker vinden. Muggen vinden. En ook dat gaat volledig automatisch. Volgens mij gaan we het aardbos nu wegbrengen. Nou, ik chill het dan. Ik heb net een supergoed MDO gehad. Ik werd om 1:15 overgenomen door de directeur. Zodat ik dat kon voeren via Google Hangout. En dat duurde eventjes. Moest ik wat dingetjes regelen. Vast een nieuwe weektijd gestuurd voor morgen. En daarna zijn ze vrij. En dan die maandag, dat is zeg maar de combi, dinsdag. 19 geloof ik, maandag 25, die 2 dagen horen bij elkaar. Dus de ene is thuis, de ander op school en de ander omgedraaid, snap zeg je, zeg maar. En toen ben ik snel naar huis gefietst, want ik ben op de fiets naar school gegaan. Want nu moet ik nog 2 gesprekken voeren. Ik krijg een terugkoppeling van iets en nou ja. Toen dacht ik, dat ga ik thuis doen, want dat is te zalig. Dat ik nu dus, het is nu 4:00. Dus ik ging om 4:15 fietsen. Even heel snel langs de buurtsupermarkt nog gegaan. Sojamelk gehaald en een ui en een courgette voor het eten. En dan ga ik nu gewoon hier zitten en bellen, laptopje erbij. Maar dan ben je dus al thuis. En ik heb nu dan bijvoorbeeld geen pauze gehouden. Maar ik hoop zo dat ik dat zeg maar... Ik zei ook tegen mijn collega's, het is zo lekker om in te plannen dat je... Dus vandaag heb ik dus een dagje met meerdere afspraken. Dat ik dus contact moet hebben met mensen van buitenaf en zo. En morgen heb ik weer een dagje dat ik alleen maar dingen op school moet doen. En dan zal je weer wat later naar huis gaan. Maar ik vind dat dus
Ik weet niet of ik het er al vol hou, maar zo lekker om dat zo in te plannen dat je dus... Ja, nou, nu dan bijvoorbeeld geen pauze. En dan ben ik nu wat eerder thuis, maar ik heb geen pauze gehad. En soms zit je wel 3 kwartier pauze te houden, soms een kwartier, soms niet. Maar dan heb ik wel vast ook dat kwartiertje gefietst. En als je om 5:30, 6 nog eens naar huis moet fietsen, ben je kapot. En nu was het heerlijk. Snel fietsen. Drankje. En dan zet ik nu klaar en dan ga ik haar nu bellen. En dan ben je gewoon al thuis. En als ik dan straks klaar ben met die 2 gesprekken, dan kan ik koken. En dan is mijn dag gewoon... Nou, ik vind het zo lekker. En ik bedoel, 4 uur thuis is niet eens heel vroeg. Maar je zou het zelfs een keer zo kunnen doen dat je gewoon... Vanaf 3 uur al allemaal dingen achter elkaar thuis doet. Ja, voor mij werkt dat heel fijn. En als dat mag, vind ik dat heerlijk. Dus dat. Dus ik ben al lekker thuis. Ik ben ook veel minder moe gelukkig weer. Daar ben ik blij mee. Nog steeds een beetje buikpijn, dus ik ben benieuwd. Ik had vandaag... Oh ja, ik dacht net optimaal. Oh nee, ik kan ook niet meer. Ik ben heel benieuwd wanneer ik wat ga merken van mijn buik. En of het dus inderdaad de lactose is. Nu ga ik eventjes iemand bellen. Ik was echt naar de kapper. Want ik heb altijd ineens... Merk ik dat mijn haar dood is. En dan zit het dus voor geen meter. Ik heb het net gewassen. En het is echt verschrikkelijk. Is het. Als ik het stel, is er niks van over. Als ik het niet stel, zoals nu, heb ik er allemaal spul in gedaan. Het is net stro. Het is echt niet leuk. Even kijken wat haar nummer is. Hey hoi, met Charlotte. Bijna 6:30 en had ik gewoon bijna 1,5 uur gebeld met een psycholoog. Maar soms heb je dus mensen die net als ik gewoon denken, het maakt niet uit hoe lang we praten. We gaan alles bespreken wat nodig is. Dat was best wel een intensief gesprek. Maar wel heel goed. Kan ik morgen weer aan de slag voor iemand, dus dat is fijn. Beter ga ik nu koken in plaats van instorten. Ik ga weer maken wat ik best wel lang niet heb gemaakt. Zeg maar dat met gehakt... Tomatenblokjes, ui, knoflook, paprika en zware bonen. Want anders wordt het zo dat ik nu op de bank ga zitten, straks honger krijg en dan dit blikje open ga maken. Deze zwarte bonen. Lekker. Lekker zwarte bonen in. Bolly, jij? Ik was gewoon vergeten dat je er was. Jij hebt mij 1,5 uur lang geen 1 keer gestoord of herrie gemaakt. Ik ben zo trots op jou. Jeetje, ben jij een grote knul aan het worden. Zo goed! Komt ineens naar me toe gevlogen omdat ik ga koken. Ik denk, oh ja, ik ben thuis. Bolly is er. Wat heb jij gedaan al die tijd? Waar was je? Je bent zo lief. Kom, we gaan koken. Hey, dikke baby. Je bent zo dik en fluffy. Gaan we koken? Oh. Kleine baby's worden lief en groot. Waar je vogel? Ja, ik heb het ook gewoon toe, want het is uit emotie, maar ik snap niet... Als je van de 7000, 6000... Thank you.
vandaag was een hele leuke dag. Raar dat ik nu al weekend heb. Persconferentie begint. Ik ga even een pauze. Albert Heijn komt er ook elk moment aan. Dat is iets heel grappigs. Er was een hond op het schoolplein gerend. En het baasje van de hond was er niet, want die hond had een oppas, de tante van het baasje. En zij kon totaal niet met die hond omgaan. Dus haar zoontje van 3 moest die hond gaan vangen. En het lukte niet, had hij niet een halsband. Nou, ik over dat hek geklommen en geprobeerd. Heel verhaal, heel grappig. Uiteindelijk heb ik die hond, hoe heet die nou? Weet niet meer. Nou, ik ging ook heel hoog praten. Hij luisterde best wel goed naar me. En ik ben best een beetje bang voor, ik hou erg van dieren, maar ik ben een beetje bang voor honden. Omdat ik vroeger door een hond gebeten ben, een soort klein traumaatje. Maar ik dacht, ik ga dit doen. Dus andere juf op het schoolplein bij de klas. En die waren allemaal te kijken. Super grappig. Dus ik gooi een tak. Dus hij begint naar me toe te rennen eerst. En daarna rent hij keihard weer weg. Ik denk nee. En tot het moment dat hij dus naar me toe kwam rennen. Die hond stond hier. Ik stond hier. En hier was het huis. En ons doel was om die hond het huis in te laten gaan. Want hem pakken met halsband lukte niet. En hij luisterde ook niet. Hij dacht ik ben vrij. Dus in zijn ren met die tak van mij. Is hij bij. En bij mij gooi ik een nieuwe tak zo dat huis in. En hij rent er achteraan. En zij snel die deur dicht. Oh, maar dat soort dingen. Morgen en overmorgen heb ik niks gepland. En dan in het weekend wel. Maar ik ga gewoon lekker veel van de zon genieten. Maar ik moet wel insmeren, want ik ben zo rood. En nu ga ik de persconferentie kijken. Nu. En daarna komt Albert Heijn. Die komt nu. Die komt nu. En daarna ga ik de video bewerken voor mijn werk. Voor de rondleiding van de school. Die moet ik echt afmaken nu. Nou, even €90 geprint aan de deur. Ik wil dus die kratjes nooit. Maar normaal... Wow, donker? Huh? Nou, in ieder geval, normaal loop ik dus mee naar de keuken en haal ik het daaruit. Maar het waren 3 kratjes. Terwijl ik bezig was het eruit te halen, dacht ik echt, is dit het waard? Nou, dit beeld. In ieder geval, alles staat hier dus nu los op de trap. En in een tas. Ik ga terwijl ik naar de persconferentie luister, dit allemaal uitruimen. Iedereen zegt dat mijn benen zo bruin zijn, maar mijn benen zijn ook heel bruin. Niet normaal hoe bruin mijn benen zijn, maar mijn handen zijn bijvoorbeeld minder. Oh, dat zie je nu niet. En mijn gezicht nog minder. Oh, dat zie je nu ook niet. Oké. Ik moet echt stofzuigen. Verder is mijn huis wel netjes, alleen de grond. Ik gooi echt alles op de grond. Als ik schoonmaak, dan denk ik, ja, ik ga morgen wel stofzuigen. Deze wijn was... Nou, dit licht. De ouders van Ha hadden deze. En die vond ik altijd heel erg lekker. Dat is nu 2,5 prijs. Dus ik heb 2 grote. En ook 2 kleintjes. Want in verhouding is zo'n kleintje veel duurder. Maar zo groot krijg ik weer nooit op. Dus als ik een keer echt zin heb in een wijntje, heb ik ook 2 kleintjes. Vond ik wel een keer leuk. Ja, ga ik weer alle boodschappen laten zien. Ik vind dat altijd zo irritant om te editen. Oké, zalm. Ik heb er 3 besteld. Ik heb er 4 gekregen. Dat is nu al het... Eeuw. Eeuw. Nou, selderij. Deze wraps. Voor borrel. Lactosevrij. Oude kaas mag wel. Lactosevrij kwark. Spinazie. Wilde perziken. Witlof. Avocado. Limoen. Tomaat. 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 Flevosap. Rijstoos. Eieren. Hummus. Wortel. Gerookte kip. Toastjes. Groene olijven. Cassave, pindakaas mega blijkbaar. Ginger ale, maiswafels, wijn, appel, roggebrood, zwarte olijven, groene olijven, sojamelk, chocola. En die was het. Veganese. Helaas heb je geen vegan mayo met weinig calorieën erin. Nu snel luisteren naar Rutte. Ik ben het aan het opruimen weer. Ik ga de weekvlog afsluiten. Ik ben er net aan het bewerken. Hij is nu 30 minuten. En de volgende dag ben ik allemaal kleding aan het passen. Dus dan duurt hij weer over de 40 minuten. Dus dat komt in de volgende vlog. Ik ben weer lekker snel met uploaden. Ondanks dat ik weer aan het werk ben. Dus even je duimpje omhoog als je dat leuk vindt. En nogmaals, voor wie er nu denkt. Hé, wat zijn de vlogscores? Ik plaats er dus vaker vlogs. Dus niet meer per se van een week. Maar soms van een 6 dagen. Soms van 3 dagen. Rond de 30, 40 minuten. En daardoor heb ik dus meer content voor jullie. En upload ik vaker. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet niet te abonneren als je nog een abonnee bent. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Want die is dus gehackt. _ Charlotte Misbloem _. En dan zie ik jullie graag daar of bij een volgende weekvlog. Doei!